It means that if you don't pay, De Urkerdag, dat is de Urker Klederdag in Urk. Nationale dag van de Klederdag. Kijk aan Jan. Jan, wij staan hier met z'n tweetjes en het is bijzonder gezellig hier. Heel veel mensen in klederdracht. Wat houdt het in? Nou, wij zijn hier op Urk, op eigenlijk de parel van Flevoland. En daar hebben we de Nationale Dag van de Klederdracht. En dat is om de klederdrachtkunde hoog te houden. Dus hoe moet het gemaakt worden en hoe draag je het op de juiste manier? En zodoende hebben we deze dag georganiseerd. En we hebben 20 groepen uit Nederland hebben we uitgenodigd. Van Groningen tot Zeeland om zich hier op Urk te komen presenteren. En Jan, wat hebt u zelf aan? Ik loop zelf deels nu in een zondagse dracht. En dat is de Urker klederdracht. Ik ben zelf ook een Urker. Maar het is nog zaterdag, hè? Ja, het is wel zaterdag. Ik loop nu op zijn knaps. En ik heb wel serieuze knopen. Dus dat is wel een iets anders. Maar de Urkers die droegen eigenlijk alles. Wat ze maar konden krijgen, dat droegen de Urkers. En organiseren jullie dit elk jaar of is dat één keer in de... Nee, wij proberen dit om de 2 jaar te organiseren. Mede omdat het financieel ook niet altijd mogelijk is om iets neer te zetten. Maar we proberen om de 2 jaar de Nationale Dag van de Klederdracht hier op Urk te krijgen. En wat voor soort klederdrachten zijn hier allemaal eventueel uitgenodigd? Nou eigenlijk, hoe ik het al zei, van Groningen tot Zeeland. Dus, en daar vallen ook de boerendrachten onder, de vissersdrachten. Die zien we hier her en daar over het terrein lopen. En die mogen zich presenteren op het podium. Ik vind het nogal wat wat hier allemaal gebeurt. En dat organiseren jullie en trekt het altijd veel bezoekers? Zeker, zeker. Natuurlijk al de 250 gasten die we dan in klederdracht hebben. Maar u ziet ook, we kunnen bijna over de hoofden lopen. En dat is ook de bedoeling. En wat het belangrijkste is, we hebben een klederdrachtmarkt. En die kennis en kunde wordt juist op die klederdrachtmarkt. Want daar zitten de makers van de klederdracht op. Daar wordt heel veel kennis uitgewisseld. En wordt dat doorgegeven ook aan de jongere generatie? Of hoe werkt dat hier? Wij zien op Urk gelukkig dat de jongere generatie echt massaal in het klederdracht gaan. Hier hebben we bijvoorbeeld 2 dames die op jonge leeftijd volledig in de klederdracht lopen. En dat is gelukkig wel... ons doel is al sinds 2017 bereikt. En ze maken dat allemaal, tenminste hier in Urk, zelf nog of wordt er ook veel geïmporteerd? Zeg maar. Nou, je kunt niet importeren, want klederdracht is een kunde die je zelf moet maken. Normale stof aan, maar we hebben pilotstof eigenlijk heel veel nodig. En die stoffen worden gewoon niet meer gemaakt. Maar die komen van ook uit Azië, van Spanje, tot en met gewoon de wevers hier in Nederland. Zo, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het fantastisch mooi. Het is een hele mooie dag hier. Er is hier van alles te doen. Ik zou dus de mensen aanraaien om, als je nog even kan, kom hier naar Urk. Want het is hier beren gezellig zelfs. Het is hier supergezellig en de gebakken vis is op Urk staat gereed. Jan, sowieso is het hier altijd gezellig, neem ik aan. Zeker te weten. Wees welkom op de parel van Flevoland. Ik zou zeggen, fantastisch bedankt voor dit gesprek en ik wens je een prettige dag. Een hele fijne dag nog. Waar de boerin vandaan kwam. Heel mooi. En hij is ook nog goed bij de tijd. Vind je het leuk? Nog een keertje? Wil je nog een keer meedoen weer? Ja, hè? Ja, hè? Alleen degene die zich verkleden. Dag, lieve mensen. Jullie zijn hier vertegenwoordigd. Hoe komen jullie zo in Urk terecht? In de bus. We zijn een klederdagvereniging. Jullie weg allemaal? Kruiningen. Wij zijn Kruiningen. Zij zijn lid in de vereniging op Kruiningen, maar zij komen van Walcheren. Killen en klederdracht. En ik en mevrouw komen van Kruiningen, Zuid-Beveland. De protestantse dracht. Kijk aan. En die walgerige boer, die heeft het meeste geld natuurlijk. Die heeft het meeste geld, ja. Wat is meestal met die boer? Vandaar dat hij er ook bij is, maar we hebben er nog niks van gezien. Je moet dan gaan schieten. Je moet dan gaan schieten. Ja, die moet erbij hebben natuurlijk. Hè. Nou, en hoe is het in Zeeland? Ja, prima is het in Zeeland. Maar hij nou spreekt over de klederdracht, dat is ook al helemaal aan het verdwijnen. Het is eigenlijk er niet meer. Oh ja, dat sterft ook langzaam. Helemaal weg, ja. Jammer is dat. Ja, dat zeker. Daarom proberen wij als vereniging dat ook nog in stand te houden natuurlijk. En er is helemaal geen jongere generatie die dat eventueel, die heb je meegenomen, maar uit zichzelf? Nee, niet veel. Nee, een enkele, maar dat is bijna niks meer, nee. Ja, dat is zeker jammer, maar ja. Hebben jullie ook wel eens zo'n activiteitendag in Zeeland? In Kruiningen hebben we 1 keer op het jaar een braderie en dan doen we ook ons clubhuis open en dan zijn we er ook met zoveel mogelijk mensen in klederdracht.
Nou, het is toch fantastisch allemaal. Ik wens jullie, zo is dat, ik wens jullie een hele fijne dag nog. En rustig aan. Ik zat laatst in de trein met een paar dames te kletsen en toen kreeg ik het over de klederdracht en over de stapelsterdracht. En toen zei die vrouw, ja, maar ze hebben toch alle dagen hetzelfde aan? Ik zeg, hallo, tuurlijk niet. En het mooie is, dan krijg je een prachtige zilveren haak, draai je maar even om, van je grootmoeder waarna je bent genoemd. En deze haak komt later weer op je regenmantel en dan heb je er ongeveer 3, soms 4. Ze heeft eigenlijk al een beetje de volwassen dracht aan, want ze is compleet met schort en rok. Een mooie rode doek heeft ze al, ze heeft een stukje op het schort, heeft al een borstrok aan. Al een mooie outfit. Rosalie, die is, hoe oud ben je Rosalie? 9 is ze. Zij heeft ook dezelfde dracht zo'n beetje als Eefje aan, alleen zij heeft een daagse muts. Laat maar eens even zien. Dat is een stipwerkmuts. In Stavros wordt nog door verschillende dames gestipt, maar dat wordt nog steeds veel gedragen door de dames. Er zijn hier ook dames die hebben een gedrukte krablap. En dat wordt nog steeds gedaan in rouw en niet rouw, alle soorten. Zij heeft dezelfde dracht aan als Eefje, zeg maar, qua kleding. En heel leuk is bij de kinderen de mooie schoenen met de zilveren gespen. Roefie. Die draagt eigenlijk nog altijd nog de klederdracht. Haar moeder is hier ook, die draagt ook nog daagse klederdracht. Zij gaat voor u het oorijzer opzetten. Meisjes die de eerste klas hebben gehad van de basisschool, die krijgen een zilveren oorijzer. Het eerste oorijzer met zilveren stukjes staan, dat noemen wij nabben. Maar later, als ze bijvoorbeeld 13, 12 of 13 worden, krijgen ze daar gouden krullen aan. Roefje gaat nou het oorijzer opzetten. U ziet die gouden krullen zitten hier aan. Dat is het duurste van het hele oorijzer. Ik zal even vertellen, Roefje heeft een gedrukte krablap aan en dat noemen wij een doekjes gedrukte. Want onder de doek is minder gedrukt dan in de hoeken, want dat is het belangrijkste bij deze dracht. Roefje is uit de rouw, want ze heeft rood aan. En rood is al een teken dat je niet in de rouw bent. Dit oorijzer zo, dat noem ik, ja, ik noem het wel eens een bloot oorijzer, maar zij zegt gewoon, die heeft het oorijzer op. Zo ga je bijvoorbeeld naar een receptie, of je gaat naar de markt, of je gaat uit, een dagje uit. Dan loop je er zo bij. Kijk, daaronder zit een zwarte muts met een papieren toeten, noemen wij dat. Een soort tuitje. En dat komt eigenlijk vanaf de bolling van de oude muts van vroeger. En is dit van overgebleven. Jantje en Ali, die gaan naar een zogenaamde meisjesbrulfte. Naar een meisjesbruiloft. En bruiloftsfeesten in Stavros konden wel 2 weken duren. Hoe kunnen wij dat zien? Zij hebben de winterdracht aan, want ze hebben een wollen buisje aan. Dat is een jakje. Als Jantje zich even wil omdraaien, met een veehals. Hieronder zitten de krablap natuurlijk, 2 doeken. En deze krablap heeft een kralenboordje voor en achter. Ze hebben witte klompen aan. En het schort is heel bijzonder. Dit is een beetje jeansachtige stof, maar het is een soort wolachtig. En dat heette vroeger Diable Four, oftewel duivelssterk. Nou, dat kon natuurlijk op Stappers niet. Toen hebben ze er een... veel duurder. Wat heb je nog meer? Een mooie krablap gekocht. Hoe heet dat stofje? Flans. De zware rouw, zeg maar, de diepe rouw naar de kerk. Als zij dan een blauwe muts op doet naar de kerk. Margie is in de lichte rouw, dus die draagt mooie blauwe bloemen. En die heeft een tulie muts op. Kijk u vooral naar de prachtige kerkschoenen met de grote gespen. Dit gebeurt nog iedere zondag, hè? Gaan ze nog naar de kerk?
met de Bijbel aan de hand. En je kunt dus ook zien, zij heeft blauwe koorden. Maar Jentje heeft een zilveren ketting erin, want die is bijna uit de rouw, ga ik zo vertellen. Ali heeft ook blauw koord. Ja, nou dat kan. Een tulimuts. Jentje, of Jenne zeggen wij, die is in de Broenbond. Dat betekent, zij heeft een Sitsen krablap aan en een mooi Sitsen stuk op haar schort. Zij is de laatste zondag van de rouw is dit en dan heb je dit aan. Dat betekent dat je de volgende dag dus weer in het rood gaat. Dit wordt nog steeds gedragen en deze krablappen zijn over de 100 jaar oud en die werden vroeger vooral in Frankrijk, in de Elzas of Zwitserland werden deze gemaakt. Het verschil met de muts is dat zij draagt een tulle muts, terwijl Jentje al een gebloemde bol heeft met een tulle streek. Ja, goedemorgen dames. Wij staan hier met z'n drietjes op Urk. Het is hier fantastisch gezellig. Maar waar komen jullie weg? Wij komen van de klederdrachtgroep van Oldebroek. Oldebroek. Ja. En wat jullie nu aan hebben, dat is de originele klederdracht van Oldebroek. Dit is de originele klederdracht, maar ik draag de zware rouw van Kamper Eiland. De Veluwe, Noord-Veluwe. En dat is de oudste dracht die we hebben in onze groep. Dus dat kun je zien aan de doekendracht. En ik heb een tipmuts op met oorijzer. En wordt het bij jullie nog veel gedragen? Nee, wat ik gehoord heb is de laatste mevrouw uit de gemeente Oldebroek overleden. Dus draag ik niemand meer die het draagt. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Ja. Want dan gaat het min of meer verdwijnen. Maar het wordt wel in bewaring gehouden. Ja, het wordt in de museumboerderij hebben we eigenlijk alle drachten staan ook tentoongesteld. En ja, dat is gewoon een hele leuke tentoonstelling ook daar. Dus, en ik heb dus de zware rouw omdat ik de stijve muts aan heb, zeg maar. En omdat ik wat geld heb natuurlijk, heb ik er ook nog een hoed overheen. Dus dat is het symbool van dat je toch wat beter... Ik wens jullie heel veel plezier vandaag. Ja, dank u wel. Hier weer het oorijzer, iets breder dan dat van Paulien. Nou, kom dan. Doof maar. Ik doe het niet lang, want ja, ik ben heel snel van het Dus moet je meer van kinderen hebben doen. Ja, maar dat heb ik niet thuis liggen. Je ziet het er weinig, er zijn er niet zoveel meer. En, dus ben ik eigenlijk op mijn eigen gebied gewoon doorgegaan. En ga nu dus dit soort dingen. De weekse onderrok. En heb jij wel een onderrok aan, Simone? Nee? Nou, die is vergeten. En daaroverheen zit dan het donkere kleedje. Ze heeft een gesmokt bondje voor. Dat is wat ouder. Dat is van net na de oorlog. Dat bondje wordt met achterbandjes gesloten. En als het echt erg vies weer was, konden ze die rok een stukje optillen en de voorkant. En dan werd nu het ene kleedje nat. Er zit de meeste ruimte in. Een derde van de rok wordt draaimaar spinnenkopjes. Een dubbele laag kant. Ze heeft een gevlochten dasje om. Of een buffie om. Maar hij heeft een jonge
broersknopen van zijn vader op. Tot je 18e jaar droeg je ongeveer zilveren knopen en daarna ging je werken. Dure bloem, want ze zijn wel gek gebleven op deze zijde. Je kan het ook afboeken. Waar ze naar vernoemd is. Ja. En een das, ik denk ook wel van een rode hoed. Oh, you're traveling, oh my God.